uurtje, maar ik spreek natuurlijk van harte welkom. Hartstikke leuk dat jullie weer met zoveel mensen hier aanwezig zijn in Pulgi Studios. Je hoorde net al even van Marjolein, maar het is zoveel mogelijk allemaal onversterkt. Omdat het natuurlijk ook toch al aardig klinkt. Dus hij kan er in ieder geval niks aan doen. Dus, goed. Ik mag wel zeggen dat wij vanavond een heel divers programma voor u klaar hebben liggen. Waar eigenlijk alle stijlen in de big muziek die u dus een beetje kent, die komen volgens mij al voorbij. Swing, Latin, funk, alles. En ja, er mag natuurlijk ook gedanst worden op de swingstukjes, uiteraard. Het stuk wat u net hoorde was een compositie van Russell Ferrante. Dat is de toetsenist van de Yellow Jackets. En Bob Minster, die dus bij ons dat op het album heeft ingespeeld. Die is daar natuurlijk de saxofonist van. Dat staat op ons meest recente album. Wij gaan nu eventjes een stukje terug in de tijd. Het is natuurlijk wel leuk, want Anton die speelt ook bij de Nuku Collective. En Benjamin Herman die heeft ook al een aantal keren met ons meegedaan. En het stuk wat wij nu voor u gaan spelen heet Red Nose District. Dat is een compositie van Benjamin, gearrangeerd door Robert Schermenis. En u hoort daar op trompet wederom Alistair van der Molen. En op alt Joost Jansen. Luistert u naar Red Nose District. Thank you.
En dames en heren, Joost Jansen op altsaxofoon. En wederom Alistair van der Molen, dit keer op bugel. Moet je je trompet niet omhoog houden? Was dat bugel zo? Goed. Dames en heren, het is mijn eer om de solist van vanavond te mogen aankondigen. U kent hem natuurlijk allemaal wel, onder andere van Newcook Lector, maar zeker ook van zijn eigen groepen. De Ploktones. Precies. Ja, eigenlijk hoef ik niet zoveel meer te zeggen. Ik ga hem direct aankondigen. Dames en heren, Anton Goudsmit.